Over een kleine 2 weken dan vertrekt er vanaf de markt in Arnhem weer een jeugdig peloton met Ome Joop's Tour. Bij dit evenement kunnen basisschoolleerlingen van 10 tot en met 12 jaar mee op een 10-daagse fietsvakantie door Nederland. Het gaat daarbij om kinderen die anders niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. En dit jaar is alweer de 63ste editie. De voorbereidingen die zijn in volle gang. Marcel Legerstee, organisatie van Ome Joop's Tour, vertelt hoeveel kinderen er meedoen dit jaar. 144 kinderen dit jaar. Dit jaar een ploegje minder, want het was dit jaar voor de organisatie natuurlijk heel spannend of we het allemaal rond konden krijgen met het bedrijfsleven. Helaas zijn wat bekende merken gestopt met sponsoring en dat heeft ons natuurlijk ook als organisatie geraakt. Ja, en dan is het beter afhankelijk van hoeveel kinderen kan je toelaten. Dus wij hebben dit jaar gelukkig 24 bedrijven over de streep kunnen krijgen die een wielerploeg adapteren. Dus we starten met 144 kindjes. Die mensen die, waar je nu bij betrokken raakt, zeg maar, de kinderen, vertel die net al even. Dat is echt, die crisis is echt duidelijk merkbaar. Hè? Ja, je merkt het ook. Hè, dat ook weer ondernemers die altijd even kritisch kijken waar gaan we onze sponsorgeld aan uitgeven. Gelukkig dat de gemeente Arnhem, de Arnhemse fondsen, de woningbouwcorporaties in het concept Ome Joop's Tour geloven. Die staan ons heel dichtbij. Hè, die vinden ook we moeten doorgaan. Want het is ontzettend belangrijk dat wij voor de kinderen waar het om draait. Uit de kinderen die niet op vakantie kunnen in de zomerperiode. Om die 10 dagen even uit de dagelijkse omgeving mee te nemen. En ja, gelukkig met de steun van die mensen kunnen wij weer gaan starten op 22 juli. Zijn alle Arnhemse basisscholen weer betrokken bij dit project? Ja, zeker. Wij beginnen altijd, in het begin van het jaar gaan wij de basisscholen benaderen. Wij hebben dit jaar een hele nauwe samenwerking met Stichting Leergeld. Dat is een stichting die zich inzet voor de mensen die het wat minder hebben in de samenleving. Die kunnen daar computers aanvragen, school, vervoer voor fietsen, materialen. En daar hebben we heel nauw in samenwerking, zodat we dit jaar meer dan 100 kinderen via Stichting Leergeld aangemeld hebben gekregen. En wat mij ook verbaast, die kinderen betalen zelf een symbolische bijdrage van €25 voor aan de tour deel te nemen. En dat wordt dan bijdrage door de gemeente en zo. Maar er zijn ook mensen die kunnen de €25 niet betalen voor 10 dagen vakantie. En dat maakt me wel zorgen in deze tijd. De Efteling is natuurlijk elk jaar vaste prik. Maar wat zijn dit jaar de nieuwe onderdelen? Nou, nieuw is dit jaar, dat, net wat je zegt, de Efteling is ons de Alpe d'Huez van Ome Joop's Tour. Daar kijken we ieder jaar rijkhalsend naar uit. Nou, daar hebben we natuurlijk een hele goede samenwerking met de gemeente Loonopstand en de Efteling. En die hebben natuurlijk een contact. Die hebben weer contact gelegd met Avonturenpark in Hellendoorn. En ze hebben contact gehad met de speelstad in Oranje. Dat ligt helemaal in het hoge noorden van Nederland. En dan hebben we dit jaar toch nog 3 pretparken in de tour weten op te nemen. En ik denk dat die kinderen daar wel heel veel plezier aan meemaken. Ja, het is natuurlijk is het plezier voor de kinderen. Maar het is ook een beetje leerzaam, want jullie gelopen naar Kamp Westerbork, hè? Ja, heel belangrijk. Begin van dit jaar waren er een aantal jongeren in het Arnhemse die negatieve uitlating hebben gedaan richting de Joden, de Joodse bevolking. Nou, dat was gewoon heel... Ja, ik schrok daarvan en ik had zoiets van, daar moeten we wat mee doen. Want ik kan niet voorstellen dat het onder de jeugd leeft. Hè, want het is iets, wat een stukje geschiedenis waar in de Tweede Wereldoorlog, daar is ook de Tour ontstaan, de Ome Joop. En dat wij dit jaar in de route langs de etappe Nijveen naar Bijlen gaan we een stop maken in Kamp Westerbork. Waar we samen met de Joodse gemeente Arnhem met alle kinderen vrijwilligers een witte roos gaan neerleggen. Om even stil te staan wat er is gebeurd in het verleden. En de opperrabijn, meneer Jacobs, die gaat de kinderen nog even het verhaal uitleggen hoe het is allemaal ontstaan vroeger. Marcel Legerstee is helemaal klaar voor de 63ste editie van Ome Joop's Tour. Jazeker, wij zijn klaar. Gelukkig met heel veel hulp van mijn trouwe vrijwilligers. Dus dat is een leger van bijna 80 mensen die vakantie opofferen om met me mee te gaan. En wij zijn er helemaal klaar voor. We gaan aanstaande zondag de fietsen keuren. En als dat allemaal veilig is gebeurd, dan kijken we uit naar zondag 21 juli. Waar we allerlei leuke fietsactiviteiten bij de Renault. Want Renault, hopen dat hij nog blijft de komende jaren. Want dat is ook weer een zorgenkind. Dat is onze thuisbasis. Start, finish. Ik hoop ook dat we daar nog jaren nog kunnen van blijven genieten in de Arnhemse. En dan gaan wij hopen dat onze weergoden mee gaan werken. Ja, die 144 kinderen in een onvredelijke fietsvakantie aan te bieden. Ome Joop's Tour wordt gehouden van zondag 21 tot en met woensdag 31 juli. Meer informatie is te vinden op www.omejoopstoer.nl.